steeds meer modeontwerpers en modehuizen die bezig zijn met duurzaam kleding produceren. Jij bent er al een hele tijd mee bezig. Jij maakt kleding van petflessen. Klopt. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, het is natuurlijk heel cool, want wij vinden, we hebben sowieso een conscious collection. Dus dat betekent dat ook naar de arbeidsomstandigheden, et cetera, allemaal gekeken wordt. En mijn partner Monique Messin is textile engineer, heeft ongeveer 9 jaar geleden bedacht van, ja, er wordt al wel plastic gerecycled voor speelgoed, et cetera, maar moet ook voor stoffen kunnen. Nou, dat is ze gaan ontwikkelen en ik heb zo'n beetje dat aan de zijlijn gevolgd. En, maar wat heb je daar 2015, voor? Ja, dit is heel cool, dan moet je maar even voelen. Kan ik je uitleggen? Je hebt natuurlijk de plastic flesjes, die worden verzameld. Ja, hier voel ik nog wel een plastic flesje. Ja, precies. Er worden de dop ontdaan, de etiketten worden natuurlijk allemaal schoongespoeld, worden verpulverd tot die flakes. Het eerste wat je zegt is plastic, ja, dat voel je dan ook echt goed. Ja. Dit wordt een soort kraaltje. Juist, de puls. En dan uiteindelijk krijg je natuurlijk de fiber ernaast en de hitte. Door de hitte wordt er weer... Dit is heel zacht, een soort watten is dit al. Cool, hè? Ja. En dan worden door de hitte worden de draden getrokken. Je kan bij bijvoorbeeld, zonder te technisch te gaan worden, kan je ook dingen toevoegen, zoals wol of andere dingen. Materialen. En dan maken we de meest mooie stoffen van. Ik heb zelf iets aan 100% repet. Het bestaat uit 2 verschillende stoffen eigenlijk. Het is een crepe en een kamgaren rokgedeelte. En dit is bijvoorbeeld, misschien vind je het leuk om te... Het is soms net zijde, maar ook hier met een... voelt het eigenlijk net. Maar hier zit ook plastic 100%. In. Zo. Jee. 100% gepet. Dat geloof je bijna niet, hè? Maar deze stoffen zijn natuurlijk al zo doorontwikkeld dat het breathable is. Je kan natuurlijk wassen, dragen, noem maar op. Het is eigenlijk, heeft hij al een... we hebben een 65% lager carbon footprint dan ten opzichte van katoen. Het water wat we gebruiken voor onze stoffen gebruiken we weer. Dus het komt niet in het milieu. En als we katoen bijvoorbeeld toevoegen, dan zorgen we ook dat dat een duurzame katoen is. Dus met weinig pesticiden, et cetera, et cetera. En je kan er ook gewoon mooie dingen van maken. Daar zien we bijvoorbeeld op deze pot. 100% repet ook. Dat is van de zomercollectie van nu. En dat is gewoon heel fijn om mee te werken. En ook nog iets gewoon voor de natuur te doen. Hè? Voor ons nageslacht, zeg maar. Het werd een beetje te dol natuurlijk allemaal. Dat kan niet. Er moet eventjes ingegrepen worden, vind ik. Ik ben geen wereldverbeteraar, zeg ik altijd. Maar ik vind wel, begin bij jezelf. En wat begin je ook doen, bij producenten en ontwerpers. Ik vind het echt opvallend hoe bewegelijk het is en hoe soepel en hoe mooi het valt. Want dat is het eerste wat je denkt bij kleding van plastic. Het zal wel heel stijf zijn. Maar daarom denk ik ook dat onze samenwerking van Monique, denk een perfecte is zij natuurlijk als haar kennis en haar textile engineerschap, zeg maar. En ik als ontwerpster, zij maakt de perfectste stoffen. En ik probeer daar weer het perfecte kledingstuk. Om mensen mooier te maken en bewuster. Maar je hebt ook nog een opdracht voor het Prinses Máxima Oncologie Centrum. Ja. En daar moet jij de bedrijfskleding voor ontwerpen. Ja, hoe gaaf is dat? Ja, waar moet dat allemaal aan voldoen? Kan ik vind dat ook natuurlijk van geen plastic? Moed voor. Ik vind het echt een eer om te doen. Ja, dat mag begrijp het doen. Ik. Ja. En het is voor al het personeel, zeg maar. Het gaat nog zelfs wat verder. Het moet natuurlijk aan behoorlijk wat eisen voldoen. Want het is het is natuurlijk bedrijfskleding. En dan hebben we te maken natuurlijk met een heel hoogstaand Prinses Máxima Centrum. Dat wordt echt een heel groot centrum voor zorg en onderzoek. Voor maar oncologie. Kan je daar ook plastic voor gebruiken? Ja. En we hebben al, ik zeg we, maar Monique heeft ook al stoffen ontwikkeld voor ziekenhuizen, doorgetest. Ik heb hier ook iets, kan je ook voelen. Hier zit toevallig nog wat katoen doorheen, dus misschien leuk om te voelen. Maar het moet aan allerlei eisen voldoen, neem ik aan. Uiteraard. Moet bijvoorbeeld heel heet gewassen kunnen worden. Uiteraard, en niet één keer. Het moet natuurlijk continu gewassen kunnen worden. Draagbaarheid, ook het ademen, noem maar op. Allerlei eisen zitten daaraan. Ja. Gaat heel ver. Je kan een zilverion laten. Dat klinkt allemaal heel erg. Maar voor een antibacteriologisch laag te geven. Het kan ook zelfs inherent. Dat betekent beide. Voordat je gaat spinnen, zeg maar. Het er al bij doen. Dus daar zijn we nu allemaal mee aan het onderzoeken. Het is ook voor kinderen. Hè? Dat je ook wilt dat het er toch nog een beetje vriendelijk uitziet. Ja. En om die reden heb je ook samen met kinderen. Ben jij gaan knutselen en knippen en plakken? Ja, nou echt te leuk. Het Prinses Máxima Centrum. Bij hun staat voorop dat het gaat om de kinderen en de ouders. Dus die hebben ook heel veel te zeggen daarin. Hè? In het bouw van het ziekenhuis, inrichting, noem maar op. En ze hebben een kinderadviesraad. En daar zitten kinderen in. Hoeven niet alleen zieke kinderen in te zitten, maar ook hun zusjes of broertjes. En ik heb ze uitgenodigd om bij ons te komen. En ik zei, jongens, jullie zijn mijn team vandaag.
En we gaan moodboards maken. Ik wil van jullie weten hoe jullie nou echt graag al het personeel, beginnend bij de artsen, zouden willen zien. Wat is er belangrijk voor jullie? En een moodboard houdt in dat je van alles bij elkaar knipt en plakt, wat een soort stemming weergeeft van hoe jij wilt. Dat is natuurlijk ook geweldig om te zien. Ik vind dat enorm inspirerend. Ja. Er was iemand van 7 jaar en er ligt iets van Hessel, een jongen, volgens mij 18 of 19 jaar, die dan weer, vond ik ook heel cool, een foto die hij erbij van een mannenpak en heel slank gesneden en dacht, oh, zo wil die er natuurlijk straks uitzien. Maar heel leuk, al die ideeën. Kan jij dat dan ook echt verwerken in die kleding? Mag er bijvoorbeeld kleur in zitten in ziekenhuiskleding? Ja, dat mag. Het grappige wat je bij kinderen zou verwachten, dat ze misschien gelijk voor heel veel hysterische kleuren kiezen. En eigenlijk wat ik in mijn hoofd had, maar hun niet had verteld, kwam er ook eigenlijk uit. Dus ik zat heel goed met mijn gevoel, dat was extra leuk. Dat die kinderen eigenlijk hebben van, weet je, een arts moet gewoon een lange artsjas hebben en eigenlijk wit. En daar mag jij wel wat mee doen. Een decennetje of een dingetje of doe wat met het naamkaartje. Maar dat vinden wij prettig, want we weten diegene is onze behandelend arts. Oh ja, ze dachten dus. En de verpleging. En zo zijn is alles eigenlijk, vind ik ontzettend inspirerend om daar naar te luisteren. Heb je al een klein schetsje of een tipje van de sluier? Sorry. Dus moeten jullie heel eventjes wachten. Tot 2018, dan in de opening gepland staan. Ik ben veel eerder klaar natuurlijk. Maar en alles gaat doorgetest worden, et cetera. Maar ik ben nu bezig met de schetsen. We hebben al 2 keer goed naar gekeken. Ben nu aan het doorontwikkelen. Kinderen gaan er ook weer bij kijken. Want daar sta ik ook op. Maar het centrum ook, omdat we dat heel erg leuk vinden natuurlijk. Om hun mening te horen. Uiteindelijk is iedereen heel erg tevreden erover. Ja, als het klaar is, hoop ik dat ze heel erg tevreden zijn. Maar het is in ieder geval heel erg. Ja, zeker. Want een vaksgenote van mij, Carla Dick, die doet al met Prinsjesdag altijd iets heel bijzonders aan. Ja. En toen heeft ze een keer met van petflessen, colaflessen, heeft ze inderdaad een jurk aangedaan. Maar dat was nog wel heel, heel warm uiteindelijk. Aan het eind van de dag was dat wel. Dus wordt dat steeds beter qua doorgaan? Ja, ik weet niet. Ik heb natuurlijk haar ook een keer gekleed met de gerecyclede stof. Wat in Prato, en het was van marine kleding, zeg maar. Precies. Dat was het niet wat ik heb gedaan. Dat was in blauw. Ja. Maar dat is weer anders. Dat was van trein, treinmeubilair, of niet? Nee, van de marine, echt van de uniform. Okay. Oh ja. Die, ja. Maar deze stoffen van ons zijn zo doorontwikkeld. Het is ook echt dat gewoon. Dat het wel ademt. En uiteraard. Ik heb het nu ook aan. En ik had zelfs een pak aan in Maleisië. En dan moest ik ook nog een lezing doen en een speech in de vreselijke hitte buiten. Dus ik dacht, nou, ik ga het nu voelen. En ik dacht, wauw, weet je wel, echt waar, het is fantastisch. Ja. Dus ja, en één iemand heeft natuurlijk van wol, dat heb je ook, dat iemand het al snel warm heeft, of dat het kriebelt of wat dan ook. Maar in principe, het is gewoon heel goed te dragen. Dit is nu de 5e collectie die ik ga doen. Ja. Dus dat bewijst zich ook wel, anders zouden mensen het ook niet kopen natuurlijk. We gaan daar nog veel meer van horen. Graag. Goed. Het is verkiezingstijd, we hoorden hem net al, Gert-Jan.